parlementariër Patricia Etnel spraken wij over de 50% koopkrachtversterking en wat zij daarvan vindt. Volgens Etnel is dit heel erg wat de regering heeft gedaan. Er zijn er zoveel zaken welke zich afspelen in het land waar geld voor nodig is. En wat zien we gebeuren? Dat de regering zichzelf dan rijkelijk beloont, terwijl de ambtenaren maar een 2500 SAD hebben gehad. Waarom hebben zij dan ook niet aangegeven dat zij dan ook een verhoging van 2500 voor zichzelf doorvoeren? Waarom een 50% koopkrachtversterking, wetende dat de ministers toch al heel wat zaken gratis krijgen? U hoort parlementariër Patricia Etnel in gesprek met TBN Prime Alert. Alvast, het is geen goede strategie op dit moment om dat te doen. De regering zou eerst ervoor moeten zorgen dat haar beleid goed wordt uitgevoerd. Dat de samenleving enigszins dat licht dat ze moeten zien in die tunnel, dat ze het werkelijk zien. Dat ze kunnen uitkomen met hun geld. Dat ze daar waar nodig zekere zaken kunnen uitzetten voor hun toekomst. Want op dit moment vindt dat niet plaats. Overal waar je gaat in Suriname, het enige wat je hoort dat die burger zegt, Alassane Kondiri, Alassane Ekondiri, Aladi. Elke dag als je naar de winkel gaat, zijn de zaken duurder geworden. Je kan niet meer sparen, je kan niet meer plannen. En abrupt hoor je nu, de regering geeft zichzelf 50% koopkrachtversterking. Ten meer dat we ook weten dat ze in 2021 dit ook al wilden doen. Ja toch, en toen hebben we ook gezegd, regering doet dat niet. En het is toen in het parlement behandeld en ze hebben toen geluisterd naar de leden van het parlement. En zie je hoe vreemd deze regering, hoe sluw, niet zeggen slim, hoe sluw ze zijn, ze gaan naar de staatsraad. En je hoort niets en pas wanneer het besluit genomen is, dan pas komt het naar buiten. Dat andere was in het parlement behandeld en toen hadden ze geen keuze om het stop te zetten. En nu doen ze het op een hele sluwe manier in de staatsraad en wanneer het is aangenomen, komt het naar buiten. En ik vind het niet correct. Want je weet dat wanneer je zou komen naar het parlement zou zeggen, nee regering, dat mag u niet doen. En nu niet, en als u het toch wil doen, dan heb ik een advies aan de regering. Diezelfde 2.500 die je de ambtenaren hebt gegeven. Geef jezelf dat. En geef jezelf dat ook voor 6 maanden. Dan ga evalueren. Want na zoveel beraad met de vakbonden ben je gekomen tot die 2.500. Toch? En wat heb je toen gezegd aan de ambtenaren? Er is geen geld. Het is moeilijk. We moeten rekening houden met IMF. We moeten rekening houden met de regels. Dat heb je toen aan de vakbonden gezegd. Om te komen tot die 2.500. Toch? Wat ga je nu aan IMF zeggen? Heeft IMF dit goedgekeurd? Want dat zijn de redenen die je toen hebt gegeven aan de vakbonden. Wat zijn de redenen die nu een IMF gaat geven om te zeggen, ja, waarom keur je het dan goed? Dus ik vind, als jij zegt, dan voor die samenleving, van ja, IMF-regels gelden, gelden ze daar ook voor jou. Het is geen verschil. Juist moeten ze meer voor jou gelden. En je luistert naar de manier hoe de regeringsvertegenwoordigers of functionarissen natuurlijk goed praten van ja, zij hebben niets gehad, dus het is nu wel de tijd dat ze het krijgen. Wel, benzineprijzen zijn de lucht ingegaan, sky high. De auto's van de ministers, die tanken nog steeds gratis. Die rekening moet de staat Suriname betalen. Telefoonkosten zijn sky high gegaan. Maar alle ministers hebben toegang tot een bepaalde toelage voor telefoonkosten. De president en de vicepresident hebben zelfs, als ik me niet vergis, gratis telefoontarieven. Toch, ze krijgen het gratis van de staat. En dan, wie betaalt die hoge telefoonkosten? De staat Suriname. Dus wanneer ze zeggen ze hebben niets gehad, wel, alleen de benzinekosten hebben ze gehad, want de burger moet elke dag bij de pomp die prijs betalen
voor wat er in zijn auto gaat. En hij krijgt het absoluut niet gratis. Hij kan niet achterin op het terrein van OI gaan en zeggen, tank mijn auto voor me. En tank het gratis voor me. Hij moet betalen. En hoeveel moet hij betalen? De prijs. En hoeveel krijgt hij op zijn loon? 2.500. Dus die rechtvaardiging die de minister zoekt of de regering zoekt, slaat nergens. Op dit moment is 50% niet goed. Het is niet goed te spreken en als je vindt dat je toch wel wat wil hebben, bereken hoeveel die 2.500 is. Het is nog niet eens 10%, nog niet eens 5%. Toch? Koopkrachtversterking. Geef jezelf die 5% ook. Ja toch? Dan groei je mee met die samenleving en ga werken aan die sterke SRD. Want dat is wat we nodig hebben. Dus hun tweede termijn, daar maken ze reeds een valse start? Nou, ja, want dat is toch, de president had aangekondigd van tweede helft zal beter gespeeld worden, zal anders gespeeld worden, we gaan betere tijden zien. Maar wat we zien is dat er nog steeds besluiten worden genomen waar je versteld van staat en je denkt bij jezelf, is dat wel het juiste besluit dat je moet nemen? Is dit wel een goed begin? En ja, dan mogen we wel stellen dat die hele 50% koopkrachtversterking, als dit een start zijn moet zijn van de tweede helft van de regering, dan wat wacht ons nog meer wat moeten we nog meer verwachten? Maar dan zijn er nog zoveel andere dingen die net als een bommen zullen ontploffen in het gezicht van die samenleving. Dat is... Het is absoluut niet goed te spreken. Wat we hadden verwacht is dat de regering ons zou komen vertellen in zijn tweede helft van samenleving. Onze SRD gaan we op deze manier versterken. We gaan de productie stimuleren. We gaan ervoor zorgen dat kleine ondernemers sneller kunnen komen aan hun leningen die ze hebben aangevraagd. Dat hun afzetmogelijkheden worden vergroot. Dat ze meer kunnen doen. Ja, en dat we naar het buitenland zijn geweest. We hebben gesproken binnen CARICOM. En we hebben ervoor gezorgd dat die afzetmogelijkheden van de kleine ondernemers vergroot worden. Dat zijn dingen die we willen horen tweede helft. Maar niet dat we komen zitten met, of tenminste verrast worden met een 50% koopkrachtversterking. Waarvoor? Want als we iets moeten geven aan de regering, is het absoluut geen voldoende. En dat weten ze zelf ook. Die samenleving ziet het. Toch, tweede helft begint ook met hoogstwaarschijnlijk verhoging van de gasprijzen. Verhoging van een EBS-tarieven. Toch, daarmee is die tweede helft ook begonnen. En moet de samenleving blij zijn om steeds verhogingen of verhoging te betalen? Ik denk het niet. En dat de bonden zich roeren, mevrouw Etnel? Ik kan me voorstellen dat ze zich gaan zullen roeren, toch? Is toch niet verrassend dat dat zal gebeuren? Want ik bedoel, als jij... De mening bent toegedaan dat je verder met de vakbonden wil praten over een beter loon. Ja, dan moet je niet plotseling komen met een 50% koopkrachtversterking voor jezelf. En dan circuleert er een folder rond met bedragen die de ministers zullen krijgen. En als dat juist is, nou, dan werkt dat nog meer wrevel bij die samenleving. Want welke gemiddelde Surinamer verdient op dit moment zoveel geld? Geen. Ja toch, mensen gaan zich afvragen van, is dit het? Moet dit het zijn? Mensen verdienen 12.000, 13.000 en sommigen 20.000 SRD en komen toch niet uit. Laat staan de mensen die 5.000 en 6.000 verdienen. Die komen al helemaal niet uit. Toch, elke dag als je ergens gaat, als het nou de winkel is of even op straat loopt, merk je dat mensen zeggen, we komen niet meer uit. Ja, mensen komen met je praten, je merkt niet, ze komen met je praten en ze zeggen, we komen niet meer uit. Alles is duur, peperduur, gigantisch duur, we kunnen niet meer plannen. Dat is het enige wat je hoort. En dan wanneer je die mensen adviezen moet geven, dan zeg je ze van, je mag de hoop niet opgeven. Blijf volharden, er komen betere tijden. En ja, dan kom je met een 50% loonsverhoging, een koopkrachtversterking. Het werkt niet zo. En moet het roeren omslaan in acties? Dat zeggen we vanaf 2020. Vanaf 2020 zeggen we aan de regering, kom met meer actie, kom met beter beleid. Kom met meer zaken die het volk ten goede komen. En vanaf 2020 tot heden, 3 jaren lang, heeft die samenleving nog niet eens 50% koopkrachtversterking gehad. Laat de regering nagaan.
wat die samenleving in 3 jaar heeft gehad op zijn loon. En dan is het niet eens de mensen van de particuliere sector. Want bij hun kan het nog steeds niet echt op gang komen. Maar laten we kijken bij de overheid. Dan hebben de mensen, dacht ik, 1 keer een 750 gehad extra. Dan weer 1000. Toch? Dan zijn de loonschijven ergens een beetje aangepast, waardoor ze minder loonbelasting betalen. En nu 2500. Dat wil zeggen, als je in die 3 jaren alles zou optellen en in procenten zou omzetten, hoeveel koopkrachtversterking die samenleving heeft gehad, is het nog niet eens 50%. Ik denk nog niet eens 30%. En dan ga jij ervan uit als regering dat je over die 3 jaren jezelf je die 50% mag geven. Maar je geeft dat niet aan die samenleving. Is toch heel erg. Is triest voor woorden. En wat zou het parlement hieromtrent kunnen doen? Kijk, je kan heel veel praten en tijdens de begrotingsbehandeling is er een middel om de regering te eisen voor beter beleid. Je kan de zaken hier entameren. We hebben vragenrondes gehad. We hebben heel veel vragenrondes gehad en heel veel vergaderingen gehad waarbij we met de regering praten over de toekomst van Suriname. We hebben ook aangegeven steeds weer dat de regering moet letten dat zij ook moeten inleveren. Het is een periode van inleveren. Maar wat je merkt is dat deze regering luistert, ze zijn hier vertegenwoordigd, maar het moment dat ze in hun auto stappen en van het terrein weggaan en teruggaan naar het kabinet, dan wel hun ministerie, zijn ze alles wat hier besproken is vergeten. Ze zijn het echt vergeten en ze doen gewoon wat ze denken dat goed is voor hun, maar niet voor het land. Zo moet ik het zeggen. Dus het parlement kan blijven praten, want je hoort steeds de DNA-leden moeten inkomen. De DNA-leden komen in. En het is niet alleen mevrouw Ednel, er zijn heel veel DNA-leden die hun mening geven en die hun afkeuring uitspreken. Maar de regering doet wat zij denkt dat goed is. En af en toe, wanneer ze voelen van afaya en komoren, heet toch de vier afaya. En dan kom je de foto, dus dan heb ik die bonding. Dan plotseling hoor je, ja, we gaan kijken, we gaan alles een beetje on hold houden. Maar ergens gaat het toch door. Dus wanneer je als parlementariër ernaar kijkt, dan denk je van, begrepen deze leiders niet dat een stukje van eigen gevoel van Asan Nobun moet plaatsvinden voordat ze besluiten nemen. Het lijkt alsof ze soms besluiten nemen en ze laten hun gevoel aan de kant van empathie en ze laten hun gevoel van hun ego strelen, laten ze op het voorportaal en laten ze boventoon voeren. En dat is een hele trieste zaak.